Ik ben Heesa, ik ben 12 jaar en ik zit op B1, de Koninklijke Balletschool. Ik kom van Prins Dries. Ja, ik ben Livia de Greve. Ik ben 13 jaar. Ik zit hier op school in de Koninklijke Balletschool. Ik heb altijd les gevolgd in normaal onderwijs. En ik heb na school altijd gedanst. De eerste keer dat ik hier kwam voor een auditie, dat is altijd een beetje stressvol. Maar het was wel een heel leuke ervaring om te doen al sinds. Want dan zie je alles een keer. Dus ja. De eerste keer dat ik hier binnenkwam, dat was de eerste schooldag. Ik had heel veel stress voor de dansvakken en ik zag wel mijn vrienden terug, dus dat was wel leuk. Toen ik werd toegelaten, reageerde ik redelijk raar, vind ik zelf, want ja, ik begon gewoon te wenen. Maar dat was gewoon van al de stress die erbij is gekomen. En ook van gewoon blijdschap, omdat ik heel gelukkig was dat ik op deze school mocht komen. Dus dat was gewoon superleuk. Ja, ik was heel blij, want mijn mama en papa stuurden mij een berichtje. Op Prins 3 zat ik toen en ik was heel blij. Ik vertelde het direct aan mijn vrienden en die waren ook blij voor mij. De overgang van huis naar internaat was voor mij heel moeilijk. Want ik miste thuis en zo, dus ja, ik vond dat een beetje lastig. Maar iedereen op school heeft mij wel heel goed geholpen daarmee. Waardoor ik nu wel heel gelukkig ben hier en op het internaat. En dat maakt het wel super fijn. Mijn fijnste herinnering van hier op school, dat kan ik niet vertellen, want er zijn er super veel. Want ja, wij doen hier elke dag super veel leuke dingen. En elke dag dansen is al een heel toffe herinnering. Deze school zelf is een toffe herinnering. En gewoon elke uitstap die wij doen elke week of zo, of toonmomentjes zelf, of gewoon de voorstellingen, dat zijn altijd heel toffe dingen. Mijn mooiste herinneringen, dat zijn zowel de herinneringen met mijn vrienden of met de klas, wanneer wij op het terras Schipper mag ik overvaren spelen, of gewoon een uitstap met mijn Peter en nog andere kinderen van school. Peter is een persoon die op school zit, in het vijfde of in het zesde middelbaar. Die vertelt jou waar alles is en geeft jou tips voor in de danslessen of AV. Ik zou heel graag hier blijven tot het zesde middelbaar hier op school en professionele danser worden. En daarna naar het Opera Ballet van Vlaanderen gaan om daar als principal te dansen. Ik zou graag nog bereiken voor bijvoorbeeld tot het zesde te gaan en daarna nog in een compagnie te gaan. Maar ik weet nog niet juist welke compagnie.